Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van woensdag 10 augustus. Is er leven op Mars? En zo nee, is er leven op Mars mogelijk? Het is een vraag die ook studenten op het Leiden Bioscience Park bezighoudt. Want ja, dat we Mars koloniseren is slechts een kwestie van tijd. Dit is het laboratorium waar 13 Leidsstudenten de uitdaging aangaan om landbouw te plegen op Mars. Grootste probleem, de grond van Mars is giftig. We denken zeker dat landbouw op Mars mogelijk is. En dat gaan we doen met behulp van bacteriën. Want er zit een giftige stof in Marsgrond. En voordat je planten kunt laten groeien op Mars die je vervolgens kunt eten, moet je eerst die giftige stof uit de grond halen. En dat gaan wij doen met behulp van bacteriën. Daarbij gaat het om de E. coli bacterie, ofwel de poepbacterie. Maar die is nog niet geschikt om de grond te ontgiften. Daar is meer voor nodig. Wij voegen enzymen toe aan de bacterie, zodat de bacterie uiteindelijk met behulp van een bepaalde reactie die gifstof af kan breken en om kan zetten in zuurstof. De vraag is natuurlijk of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. We zijn hard op weg. We hebben wel de benodigdheden allemaal. En nu is het moment daar om alles bij elkaar te voegen en uiteindelijk te kijken of het werkt. Om te kunnen testen of je kunt tuinieren op Mars, wordt deze zogenoemde random positioning machine gebruikt, die gewichtloosheid simuleert. Dus het blijft steeds draaien en omdat de zwaartekracht steeds uit een andere hoek komt. Denk bijvoorbeeld bacteriën die erin groeit of bijvoorbeeld tuinkers. Dat er eigenlijk geen zwaartekracht is. En op die manier kun je dus kijken hier op aarde wat er met dingen gebeurt in de ruimte. Landbouw op Mars heeft overigens een prettige bijkomstigheid. We hebben natuurlijk hartstikke hard zuurstof nodig als we in de ruimte zijn. Want er is niet zomaar lucht die we kunnen ademen. Dus als je met de bacteriën de Marsgrond kunt zuiveren, kun je daar vervolgens planten op groeien. En die planten kunnen weer zuurstof voor ons produceren. En daarnaast natuurlijk voedsel. Maar zover is het dus nog niet. Eerst moet het juiste enzymen worden gevonden. En dan nog het weer. Bewolking en zonnige periode wisselden elkaar af vandaag, met 's ochtends nog wat lichte regen. In de loop van de dag werd het droog. Het was de koudste dag van de week met een maximale temperatuur van 17 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met hier en daar een bui. De minimale temperatuur komt uit op de 11 graden. Morgen blijft de bewolking aanhouden en er valt de hele dag regen. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan een graad of 18. En dan kijken we nog naar het weer voor de rest van de week. Het wordt geleidelijk beter. Vrijdag en zaterdag is het nog vrij bewolkt. Daarna krijgen we meer zon en wordt het ook warmer. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Donderdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. En ik wens je nog een hele fijne dag.